Niemand minder dan Merel is mijn co-host het komende uur. Ooit speelden ze Lekker met de Meiden nog in mijn nachtprogramma in 2018. Hebben we net even gerekend dat het toen ongeveer is geweest. De hit waar ze compleet viral mee ging. Won de song van het jaar met Hou Je Bek en Bef Me. Heeft in België natuurlijk ook nog het hele land veroverd met haar steroptreden in De Slimste Mens. En nu is eindelijk haar debuutalbum Troostprijs uit. Dat komt ze hier op 3FM samen met jou vieren. Bepaalt dus een uur lang de playlist. En wat een playlist is het geworden. Ik hou altijd een beetje van zo'n emotionele rollercoaster. En ik denk dat we dat vanavond wel gaan krijgen. Dus welkom in de studio, Merel. Een dankjewel. Hele goede avond. Ja, volgens mij een beetje de drukste week van je leven achter de rug. Shows in Amsterdam, Gent, Antwerpen. Paaspoel heb je ook nog gedaan. Oh ja, ja. Record Store Day. 3 Record Store Day in-stores of zo zag Klopt. Ik voorbij komen. Paradiso. Jinek. Iedereen kan jou bellen. We zijn inderdaad in heel België geweest. Ja, het was echt ook een rollercoaster van emoties deze week. Ja. Het was echt chaos, maar echt geweldig. Het was zo leuk. Vind je dan ook een heerlijk contrast dat we natuurlijk even het cliché van een pandemie waar we 2 jaar weinig kunnen, veel thuis hebben gezeten en dat nu alles in 1 keer tegelijkertijd lijkt te komen? Kon je hierop voorbereiden? Nou, het is wel echt inderdaad echt het andere uiterste dit. Ik heb ook zoveel mensen gezien en geknuffeld en aangeraakt en ja, het was echt weer als van oud. Ja, heerlijk. Ja, alles weer compenseren. Ja, ik heb het echt wel even weer ingehaald. Ik zit nu weer in de plus, zeg maar, volgens mij. Heel goed. Hou dit vast. Hou dit vanavond sowieso vast. Want we gaan vieren dat je nieuwe album Troostprijs uit is. En om een duik te nemen in, als het ware, jouw muzikale smaak. Laten we beginnen met dus het album. Hoe is dat begonnen? Had je het idee van, ik wil iets anders gaan doen. Dit is hoe ik een debuut voor me zie, voor me hoor. Wat wel mijn uitgangspunt een beetje was, was dat ik dacht, hey, ik wil gewoon het muzikaler gaan maken. Dus ik wil dat tekst en muziek een beetje meer hand in hand gaan. Hoewel tekst blijft voor mij het startpunt, maar dat niet dat hele tekst al op papier staat en dan dat op muziek plakken, zeg maar. Ja. Dus ik vond het vet om echt de studio in te gaan, ook met mensen samen te werken, dus andere songwriters ook, en echt proberen gewoon een popplaat te maken. Gewoon, ja, wat meer tijdloze popplaat en ook te kijken naar, iets meer verdieping, iets meer gelaagdheid. Ja. Het lijkt me ook heerlijk dat je dan eigenlijk een sound misschien in je hoofd hebt of heel veel dingen die je zelf tof vindt. Dat gaan we vanavond ook horen. Bijvoorbeeld Sweet Dreams. Dat is dan een van jouw favoriete 80's, disco, synthpop liedjes. Ben je dan ook iemand die als je naar de studio gaat en met iemand werkt, misschien een nieuw iemand werkt, al meteen met een bak aan tracks komt van, dit vind ik vet, zo zou ik graag die kant op willen gaan? Nou, ik heb wel zo'n playlistje met liedjes die ik vet vind en wat wel iets, ja, qua sound of zo, wat ik dan tof vind. Of dat er net een baslijntje is wat ik vet vind. Gewoon iets aan het liedje wat ik dan tof vind. En natuurlijk heel veel zinnetjes en onderwerpen gewoon waar het over zou moeten gaan. Maar ik merk dat ik heel vaak van de internationale popmuziek wel als referentie heb. Dus bijvoorbeeld ook dat Robin, dat is echt zo'n, weet niet, dat vind ik zo'n heel internationaal geluid hebben. Oh, ik ben heel blij dat je mij meegenomen, want Dancing on My Own is de volgende track op jouw playlist. Durf ik wel te verklappen nu. Kun je uitleggen waar dit begint? Want dit nummer, ja, ik kan er gewoon om huilen alleen al als ik het draai. Maar wat is dit wat jou zo grijpt in deze track? Ja, ik vind de melodie gewoon heel mooi. En ik vind ook die synthesizer die gewoon doordendert. Ja, ik weet niet. Dat was de inspiratie voor Pastel, een beetje. Dat liedje op mijn plaat. Dat ik ook dacht, oh, er moet één soort van instrument gewoon alleen maar rechtdoor gaan. En daar overheen kan de zanglijn dan gaan dansen. Dus dat vond ik heel vet aan deze track. En ik denk dat die ook episch is, zo een zondagavond, als we toch allemaal, die knaldrang gaan we vanavond ook gewoon weer voeden, toch, Merel? Dat we het gaan hebben over festivals, dingen, alles wat er aankomt. En we gaan het allemaal inlossen. Eindelijk kunnen we die knaldrang inlossen. Dat is zo chill. Hoe noem jij dit? Want mensen zeggen Summer of Love, Slutty Summer. Wat zeg jij? Hoe zullen we het noemen? Ik vind de Slutty Summer altijd wel leuk. Toch? Ja. Slutty Summer, gaan we voor. Yes. Daarover straks meer. De playlist van Merel. En laat je vooral ook horen via de app van 3FM. Oh, dit is Robin, Dancing on My Own. Somebody said you got a new friend. So in love, that's what I fucking want. Lil Nas X, uitgekozen door mijn co-host van vanavond, Merel, waar we het komend uur samen even vieren dat haar debuutalbum Troostprijs is uitgekomen. En jij, Merel, de muziek bepaalt. That's What I Want, Lil Nas X. Waarom mocht hij niet ontbreken? Wat vind je zo goed aan hem? Ja, ik vind hem echt een icoon. Ik vind dat hij echt een goede plaat heeft gemaakt.
En ik vind hem ook gewoon heel vet als artiest met zijn clips en hoe hij zich kleedt en hoe die, nou, gewoon alles hoe hij het vormgeeft. Dus ik wacht ook echt op wanneer komt hij naar Nederland? Ik wacht echt op een show. Ik ja. wil hem zo hallo, graag hallo. Ja, precies. Als je ons hoort, Lil Nas X, kom naar Nederland. En ik vind hem ook altijd heel erg leuk op social media. Ik hou heel erg van als artiesten zichzelf ook gewoon niet te serieus nemen. Dat hij, ik weet niet of je hem volgt, maar van die stories of foto's die langskomen van hem, dat hij ook heel vaak, weet je wel, van die edits maakt alsof hij heel erg zwanger is. En de andere keer heeft hij weer borsten aangemeten, bijvoorbeeld. Ja, maar dat had hij toch ook op een artwork? Dat hij dat ook. Ja, vet, ja. ik volg hem niet in de stories, maar wel gewoon als artiest. Maar hij is ook heel geinig, ja. Hij heeft ook wel heel veel humor, volgens mij. Ja, daarom. Als ik een co-host in de studio heb, vind ik het altijd heel leuk om een beetje te duiken in de muzikale geschiedenis van mijn gast. Was er bij jou veel muziek thuis toen je klein was? Zijn je ouders muzikaal? Ben je echt daarmee opgevoed? Ja, er stond eigenlijk altijd muziek aan, thuis en in de auto. En nou ja, de Velvet Underground werd veel gedraaid. Nick Cave. En ook wel ja, echt underground muziek. Die kan alles opnoemen, maar ik denk dat niemand dat kent. En op een gegeven moment werd het een beetje Jonas the Policewoman, Rufus Wainwright, Angelina Johnson. Dus wel altijd wel echt alternatieve muziek. Oh, sick hoor. En dat was wel de smaak van mijn vader vooral. Die nam me ook mee naar concerten en naar festivals. Toen stond ik op mijn 14e stond ik al zo festivals. Wat waren je eerste concerten of festivals dan? Het eerste festival was Haldern Pop in Duitsland. Ja, sick. Oh, dat ken je. En dat is over de grens. Dan gaan dat heel veel Nederlanders ja, klopt, ook ja. lastig hippe bands kijken, toch? Ja, ik deze wel connoisseur tegenover mij, ja? Yes. Nou, het was wel leuk, want daar heb ik bijvoorbeeld wel bandjes gezien die dat jaar daarna dan op Lowland stonden of zo. Dus dat ja, was wel kon je toch een beetje, ja, precies, een beetje ontdekken. En eerste concerten, ja, god, dat is ook. Ik heb de Strokes gezien, weet ik nog. En Frans Ferdinand. Toen was ik denk ik 15 of zoiets. Wat goed. Morrissey. Want, soort ding, ja. Ik wilde vragen, van was jij al op jonge leeftijd zelf ook met muziek bezig? Zeg maar concerten geven in de huiskamer. Maar nou, als ik jou volg op Instagram, ik zag volgens mij laatste soort video van jou. Wat, ja. Was het een blokfluit piano? Wat zag ik nou voorbij komen? Ja, op een piano. We hadden een piano in de woonkamer staan die heel vals was. En daar ging het dan. Ja, ik speel op zich niet echt heel goed instrumenten. Maar ik was wel altijd wel bezig met toneelstukjes maken en verkleden. En ja, aandacht zoeken. Ja, want in jouw eerste vriendenboekje op basisschool had jij bij beroep ooit ergens geschreven beroemde zangeres, ster, acteur of musicalster. Ja, erg. Was dat beroemd en belangrijk? Meteen zo die succesvolle variant. Zo niet gewoon acteur, maar dan meteen inderdaad zo sterracteur. Showbiz. Ja. Ja, nou ja, blijkbaar was dat wel een soort. Ja, ik denk dat als klein kind zie je natuurlijk sterren op tv en alles. En dat is natuurlijk heel romantisch of zo. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dat iets is wat je ook wil. En ik merk nu dat het helemaal, ja, dat is een bijkomstigheid, maar dat is helemaal niet het hoofddoel. Maar je leeft wel het rock'n'roll leven. Er wordt wel gewoon lichaamsdelen gesigneerd, alles roepen en eraan. Het is wel echt. Ik heb vandaag er nog een paar borsten en een paar billen gesigneerd. Ja. Kan niet iedereen zeggen. Nee, ja, ik vind dat echt zo leuk. Het is echt een nieuwe hobby, ja. Ja, ik vind het echt top. Nou, wat dat betreft is het ja, beroep wat je later wilde worden wel goed uitgekomen, nee, toch? Nee, dat is wel goed. Dat past wel bij me, ja. De volgende track die we gaan draaien is een echte classic, Velvet Underground. Je noemde het net al. Wat is een herinnering die dan in je opkomt als je aan dit liedje denkt? Nou, het liedje heet dus ook Sunday Morning. Dit is echt zo'n zondagochtend. Het is nu zondagavond, maar het was echt zo'n ochtendplaat. En dan ga je ontbijten met het gezin en dan hadden we dit opstaan. En vooral ook het hoesje met de banaan. Mijn ouders hadden dan op de slaapkamer ook de poster hangen van de banaan van Andy Warhol. En ja, ik weet niet, dat is gewoon zo'n bekend beeld voor mij. Wat ik zo met mijn jeugd associeer. En ook gewoon deze muziek natuurlijk, ja. Prachtig om te mogen draaien op 3FM Sunday Morning. Ja. Oh, geweldige ethische soundtrack. Die ook prachtig eindigt. Heel abrupt ineens. Hall & Oates. Man Eater. Vera on track. Uitgekozen door mijn co-host Merel. Waarom dit liedje? Waarom hebben we deze net gedraaid op 3FM, Merel? Ja, ik vind het echt een heel lekker nummer. En ik vind ook de cover van Nelly Furtado heel vet. Maar die kon ik natuurlijk niet kiezen, want dat was geen ethisch nummer. Ja. Ik hou gewoon heel erg van die. Ik vind ook die stem, die vocals heel vet. Gewoon echt een dansnummer, ja. En toch een beetje die 80's sound die je ook op jouw album Troostprijs wel terughoort, toch? Is dat bewust? Weet je wel. Ja, niet heel bewust eigenlijk. Dat is gewoon per ongeluk een beetje mijn smaak. Ja. Maar ja, er zitten van allerlei invloeden in. Sommigs, ja. Beetje van alles? Beetje van alles, een beetje 80's, een beetje R&B, een beetje indie.
En wat vind je ervan dan? Volgens mij zijn er ook wat recensies of stukken die dan over jouw nieuwe album of singles worden geschreven. En dan snel, vaak zie ik voorbij komen van Merel wat serieuzer. Qua teksten, ze gaat even. Oh ja. Ja, je bent natuurlijk altijd humoristisch en grappig in je teksten. Maar de muziek is wat serieuzer. Heb je dat idee zelf ook? Is dat bewust? Nou ja, ik probeerde wel. Ja, je probeert jezelf natuurlijk altijd te ontwikkelen of zo. En ik wilde wel gewoon iets. Ja, dat het allemaal wat muzikaler werd. En ik vind het ook tof om. Bedoel, er zit nog steeds super veel humor in en ook veel expliciete teksten. Maar ik vind het wel goed om het in te zetten waar nodig. En niet dat je te veel op het effect gaat zitten. Dus dat je het niet. Het mag geen trucje worden. Dus ik heb wel bij liedjes gekeken van welk liedje vraagt om humor en welk liedje vraagt om ironie en welke niet. En dus als het een liedje heel serieus is, dan is het ook vet om gewoon even echt. Ja, die kwetsbaarheid op te zoeken en niet alles te relativeren. Ja. Ja, soms ook weer wel. Dus ik hoop gewoon dat het een soort rijk... dat het wat rijker is geworden aan verschillende kleurtjes. En niet om dan nu, weet je wel, de feministische scheidsrechter te spelen, maar ik heb wel het idee dat muziek pers of als er gepraat wordt over muziek, dat de media of dat journalisten wel anders kijken naar vrouwen dan naar mannen. Want dat vind ik dan bij jouw muziek, dat het dan meteen zo. Daar wordt gezegd waar ik denk, ja, we vinden jeugd van tegenwoordig. Als we allemaal gaan kijken wat daar gezegd wordt in de nummers. Dat is toch gewoon. Ja, maar gaande. Op de een of andere manier komen volgens mij mannen makkelijker weg met humor en over seks bijvoorbeeld. Ja. Zingen of rappen. En vrouwen niet. Dat denk ik ook. Komen er minder. Ja, ik weet niet. Dat is toch. Van vrouwen wordt toch vaak verwacht dat je gewoon wat serieuzere, kwetsbare muziek maakt of zo. En krijg je die reacties dan ook in het echt? Of bijvoorbeeld, ik kan me ook voorstellen dat jouw verschijning bij de slimste mens. Ik heb altijd het idee dat ze in België Nederlanders al heel snel direct vinden. En anders op een goede manier. Was dat ook wat je daar hebt ervaren? Nou ja, daar ging het natuurlijk in het begin wel heel erg over. Hou je bek en bef me ook. En dat ze dat allemaal toch wel heel erg shocking vonden. Maar op een gegeven moment, ik zat uiteindelijk 10 afleveringen. Ik zeggen, je hebt op zich dus op een gegeven moment, na een paar afleveringen, toen waren alle grapjes ook wel gemaakt. En toen ging het ook nog wel over andere dingen. Gelukkig. Maar ik vind het zo. Nou ja, ik merkte bijvoorbeeld wel bij het signeren. Want ik heb natuurlijk nu shows in België gehad en Nederland. En je merkt gewoon wel aan die Belgen dat ze gewoon een stuk beleefder zijn dan Nederlanders. En dat ze ook wel wat. Dus ook bij het signeren, als je dan in Nederland is, gewoon: wil je mijn titel signeren? Ik was aan de beurt. En in België is het gewoon: oh nee, zij was aan de beurt. En dan dat ze elkaar voor laten gaan en zo. Dat vind ik wel een heel cute verschil dan. En wat zijn verder nog verschillen? Dat is natuurlijk altijd die clichévraag. Want er wordt dan gezegd, in Nederland zijn we wat brutaler. Wordt er meer door shows heen gepraat. Maar je hebt nu shows zowel België en Nederland in korte tijd gehad. Ja. Is er een duidelijk verschil ook qua publiek als je daar in een popzaal staat? Of gaat het gewoon wel helemaal los? Eigenlijk, weet je wat wel cute is? Als ze dan meezingen, dan hoor je natuurlijk al die zachte G's en gewoon de uitspraak is gewoon. Oh, je back in bed. Ja, maar en ook met, want Vol is daar ook heel populair, dat liedje. En dan, dat is gewoon heel cute als je dan gewoon die accenten dat mee hoort zingen. Het klinkt gewoon anders, dus dat is mooi, het verschil. Maar voor de rest is het gewoon superleuk publiek en is dat best wel vergelijkbaar met Nederland. En niet dat we nu België moeten gaan roasten, maar ik was even benieuwd hoe dat is. Nee, love België. Ja, sowieso. Ja, toch. De volgende track op jouw playlist valt voor jou in de categorie guilty pleasure, toch? Als ik even goed kijk. Liever, ik vind dus dat het geen guilty pleasure mag zijn, want ik vind het gewoon een hele goede track. Nou, vertel, waarom heb je bijvoorbeeld nog staan bouncen op het schoolfeest of zo? Ja, deze track? Ja, dit was ook een schoolfeestnummer. Mijn schoolfeestperiode was echt zo Summer Jam, Champal. Ja, en dus Kevin Liddell? Nee, Liddell, toch? Kevin Liddell. Geen reclame voor Liddell. Liddell. Maar dit heb ik dus ook heel vaak met artiesten. Ik denk, ik was zo jong. Ik kan dan niet eens, nu dat ik de tekst niet eens weet, want ik fonetisch meezang. Oh, maar ik weet nog steeds met artiestennaam, dat ik denk, Avril Lavigne. Maar goed, Kevin Liddell gaan we zo meteen draaien. Turn Me On. Op 3FM. Ja. Is het een schoolfeest, jam? Zie je dat voor je? Een soort van die basisschoolfeesten? Ja, of middelbare school eerder, eigenlijk. En dat je dus heel erg probeert heel erg knap te maken. En dat je dan vervolgens alleen maar heel schuchter zo aan de muur vastgeplakt staat en niet durft te bewegen. En dat je denkt, oh, misschien ga ik wel schuren vanavond. En dat er dan allemaal niet gebeurt, want je bent veel te bang. Dat associeer ik hier wel een beetje mee. En puberzweet, ja. Oh, de soundtrack voor puberzweet, lekker. Dit vind ik dan toch wel een heerlijk contrast. Dat we van Turn Me On naar Into My Arms van Nick Cave en The Bad Seeds gaan. Want Merel, je album Troostprijs is afgelopen vorige week uitgekomen. En als we het hebben over Troostprijs, vroeg ik jou een liedje uit te zoeken dat troost brengt, als het ware. Toen kwam je met deze classic Into My Arms. Vertel. Ja, ik ben gewoon van jongs af aan groot fan van Nick Cave. En zijn stem, ik ken zijn stem gewoon zo goed. Dus gewoon, er zijn een paar stemmen zo.
een soort vader. Ik weet niet, ik krijg een soort vaderlijke warme gevoelens bij. Dat heb ik ook met de stem van Lou Reed eigenlijk. Ik weet niet. Dat is gewoon als hij begint te zingen, dan is gewoon goed. Kom ik gewoon thuis, zeg maar dat. Ik heb hem ook een paar keer live gezien. Ik vind hem echt waanzinnig. Ik vind dat hij gewoon hele mooie melancholische muziek maakt. Die heel verdrietig ook is, maar ook wel hoopvol. En dat troost dan op een of andere manier. Ja, want jij hebt je album Troostprijs genoemd. En ik las dat het ook is omdat de liedjes je allemaal op een bepaalde manier troost brengen. Waar zit hem dat in? Ik heb geprobeerd om een beetje van die om dingen om te draaien. Dus als je bijvoorbeeld FOMO hebt, dat je denkt, oh kut, ik mis het. Om dan dat om te draaien en een soort teksten schrijven die ik juist kracht geef. Dus dan dat liedje is geworden, er is geen feestje zonder mij. Ja, om jezelf dus eigenlijk moed in te spreken. En zo heb ik gewoon, de rode draad op het album is een beetje, is dat een beetje volgens mij. Ja, want jij zei in een ander interview, geef mij die troostprijs maar en laat anderen lekker rennen voor de hoofdprijs. Ik doe het op mijn manier. Ja, dat is ook de levensfilosofie van Merel. Dat is mijn levensfilosofie. Yes. Nee, maar dat is ook wel. Dus het is beide. Dus het is dat de liedjes je troost bieden, hoop ik dan. Mm-hmm. En natuurlijk inderdaad een beetje afrekenen met dat je maar volgens de gebaande paden mee moet doen aan de wedstrijd. En ik zeg, nee, maar je kan ook via een omweg op jouw eigen tempo. En dan op dat pad ligt dan inderdaad de troostprijs. Heb je zo wel eens gevoeld in je leven? Een soort van buitenbeentje die een andere route moest nemen? Zo voel ik me wel soms in de muziek. Ja. En dat is je gaat je natuurlijk altijd vergelijken met andere artiesten en zo. En dat is gewoon heel dat helpt je gewoon eigenlijk niet verder, want iedereen heeft zijn eigen carrière. Mm-hmm. Maar ik merk wel gewoon, ik kwam gewoon zo ik kwam zo naïef de muziekwereld ingerold uit het theater. Dus ik wist helemaal niks. En nu begin ik het wel iets beter door te krijgen allemaal. Ik kan me af en toe nog wel een soort buitenbeentje voelen, ja. Ja, want als je dan, als ik zo vrij mag zijn dat te interpreteren, dat je vergelijkt eigenlijk altijd met mensen waarvan je zegt, oh, die zijn verder of beter, of dat zou ik ook moeten doen. Ja, en daarom had ik ook liedje Laatbloeier geschreven. Er zijn gewoon artiesten, dat heb ik ook, Billie Eilish of zo, die is dan, hoe oud is het, 19, maar heeft nu al, gewoon alles bereikt wat je kan bereiken, zeg maar. Ja. Dat je denkt, oh my god, ze is en gewoon, hoe is de rest van je leven nu, meid? Ja, je bent gewoon 19. Nou, daar kan je natuurlijk wel heel jaloers op worden. Ja. Maar dat heeft dus nogmaals geen zin. En wat zou je zien? En dat bedoel ik niet negatief, hè, maar juist van als je terugkijkt naar Lekker met de Meiden, want dat is ogenschijnlijk ineens uit het niets dat jij doorbrak. Ja. En dat die streams volgens mij van de een op de andere nacht bewijzen van door het dak knalde. Wat was een soort van, ik kan me ook voorstellen dat ergens een soort blinde paniek uitbreekt en dat je denkt, ik heb houvast nodig of een manager of iets. Of hoe heb je dat dan aangepakt om te zorgen dat we hier vandaag de dag zitten met een debuutalbum, al die festivalshows, alles wat er gaande is? Ja, toen ging het, bij het Lekker met mij ging het opeens inderdaad heel snel. En ik weet ook nog wel dat toen opeens kwamen er ook boekingen binnen voor shows. En dat ik ook dacht, maar ik heb helemaal nog niet zoveel liedjes en ik heb helemaal geen band. En dus toen heb ik echt heel snel met mijn muzikant Milan een live show in elkaar gezet. Maar echt met, dus niet met een goed programma's als Ableton, maar gewoon met Logic, gewoon de tracks. Ja, dat is een oninteressant verhaal voor luisteraars. Maar het was in ieder geval heel krakkemikkig. Want we stonden opeens op de Song van het Jaar, was dat toen, omdat Lekker met mij op nummer 4 was. Dat was echt sick, dat optreden. En dat was ons eerste show ever. Ja. Dus dat was gewoon dat was gewoon heel vet natuurlijk. Maar ook gewoon, het ging zo snel toen. En toen kwamen dat super veel persaanvragen. En toen heb ik gelukkig een manager gevonden die dat een beetje in goede banen kon leiden. Want op een gegeven moment was ik de hele dag aan het mailen en dacht ik, maar ik moet liedjes schrijven, want we hebben optredens. Ja. Dus, en daarom kwam bijvoorbeeld die coronaperiode, was natuurlijk vreselijk voor iedereen. Maar ergens was het voor mij ook, kon ik er toch ook wel het positieve in vinden, omdat ik daardoor wel even op de rem heb getrapt en ook dus even aan de achterkant alles op orde kon krijgen. Omdat alles ging zo snel daarvoor. Mm. En nu was het zo, ik kan gewoon rustig muziek maken, zodat ik, de muziek is dan een keer af op tijd. Ja. En ik hoef niet, ik kan gewoon vooruitwerken in plaats van heel de tijd maar achter de feiten aan hollen. En gewoon genieten van de muziek en het optreden. En natuurlijk zelf ook muziek luisteren. Andere artiesten die jou inspireren of waar je fan van bent. Mm-hmm. Durf ik misschien wel te zeggen. De volgende artiest. Ik zeg altijd Sylvie Kreutz, maar ik hoorde haar zelf een keer. Sylvie Kreutz. Kreutz. Ja, dat dacht ik ook. Maar in ieder geval hebben we het over Sylvie. Uit België. Wij mogen Sylvie zeggen. Ja, precies. Wat vind je zo goed aan haar? Want dit liedje is waanzinnig. Ja, ik ben zeg maar de enige hierop die dit de hele tijd loopt te draaien. Het zegt van geweldig. Stond maandag live in Bitterzoet. Deze vrouw. Ik vind dit liedje zo lekker.
Ja, gewoon echt een heel lekker dromerig, zwoel liedje met mooie akkoorden en vet gezongen. En ik vind haar ook een heel vet iemand. Ik heb haar nog nooit live gezien, maar zou ik wel echt willen. Ik vind, ja, ik weet niet, ik vind haar heel intrigerend iemand. En ook een soort van engelachtig. Dus ik weet niet. Ik ben gewoon heel benieuwd wat ze allemaal nog gaat doen en zo. En ja, echt een inspirerend iemand. Walk Walk op 3FM. Terwijl de zonsondergang wordt ingezet. Sylvie Kruijts op 3FM van de playlist van Merel. Je hoorde Walk Walk. Merel, heel erg bedankt dat je vanavond aan mijn zijde wilde zijn. Aan mijn zij wilde zijn, moet ik zeggen. Je bent helemaal nog live te zien in onder andere Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Groningen, Rotterdam en op Best Kept Secret. Ja, leuk hè? Oh. Ja, en lieve mensen, koop allemaal mijn plaat Troostprijs in de platenzaak bij jou in de buurt. Of stream hem op een van de streamingdiensten. En nu komt Childish Gambino. Red Bone. Wil je zo'n hele lage? Red Bone. Red Bone.